2-0 overwinning van MVV van afgelopen vrijdag staat dinsdag de tweede ronde van de KNVB-beker op het programma. NEC reist af naar Rotterdam. Daar treden ze om 19:30 aan op Woudestein tegen Excelsior. De ploeg uit Kralingen staat in de keukenkampioendivisie op de 5e plaats en verloor afgelopen vrijdag met 1-3 van Jong Ajax. Gaan de mannen van François Gesthuizen met een goed gevoel naar Rotterdam? Ja, als je wat breder trekt dan MVV, hè. De laatste 3 wedstrijden 9 punten gehaald. Dus wat dat betreft met een goed gevoel natuurlijk. En wat verwacht je van morgen? Ja, het is moeilijk om dingen te verwachten, hè. Je weet natuurlijk niet, het is een bekerwedstrijd. Dus we willen graag een ronde verder komen. Nou, als je een beetje kijkt naar de tegenstander, die hebben de laatste wedstrijden erg veel gewisseld in hun formatie, in manier van spelen. Ook in het type spelers. Dus altijd afwachten of zij deze wedstrijd gebruiken om ook te wisselen. Dus wat dat betreft is het lastig om te verwachten wat zij gaan doen. Maar goed, we gaan hier vooral kijken naar wat wij gaan doen. 3 jaar bij Excelsior gespeeld. Wat voor club is het? Klopt, 3 jaar gespeeld daar. Het is een hele mooie club. Het is gemoedelijk. Het is natuurlijk allemaal wel wat kleiner. Maar ik heb hele goede tijden gehad. En naar mijn zin gaat het een mooie club. Wat verwacht je nou van morgen? Ik denk dat het een hele lastige wedstrijd wordt natuurlijk. Ik vind Excelsior een goede ploeg. Individueel goede spelers. Ja, ze steken er veel energie in en staan niet voor niks natuurlijk wel redelijk hoog. Dus ik denk natuurlijk dat het een lastige pot wordt. Aankomende vrijdag een belangrijke wedstrijd in de tweede periode tegen Cambuur. Ga je spelen sparen morgen? Ja, daar kijken we nog in die zin met een schuin oog naar. We kijken vooral naar welke jongens zijn er fit morgen. We hebben natuurlijk wel wat pijntjes nu op dit moment. Tom die net uitstapte in de training, dus we zullen kijken of jongens fit zijn om te spelen. En verder zijn natuurlijk ook een aantal jongens die veel gespeeld hebben de laatste weken. We kijken ook even naar die fitheid. Dus daar moeten we even zien hoe dat zit. Daar kijken we wel naar. Dat zou best kunnen zijn dat op 1 of 2 posities wat andere jongens spelen. Ja.